Ik ben er echt even kapot van en kwam heel achteraan. Ook omdat het voor mijn gevoel allemaal vrij veel meeviel qua pijn en ja, gewoon qua gevoel ja, voelt het niet zo ernstig aan, zeg maar. Alleen de MRI toonde toch wat anders aan. Ja, wat zeggen de dokters? Ja, ik heb de dokter kort gesproken door de telefoon. Dus ik heb vanmiddag nog een gesprek met hem, één op één, waarbij hij mij alles precies uitlegt. Maar in korte samenvatting was het eigenlijk dat mijn kruisband, voorkruisband, ernstig beschadigd is. Er zitten scheuren in mijn meniscus en mijn kraakbeen is gedeeltelijk ingedeukt. Dus ja, daardoor ben ik momenteel ver van huis. Ja, ver van huis betekent sowieso einde van het seizoen, maar misschien ook wel het einde van jou op het veld in heel 2015. Ja, dat is nu moeilijk antwoord op te geven, want die dingetjes, ja, daar krijg ik nog gesprek over hoe dat allemaal gaat lopen en over hoe die duur van dat herstel ongeveer gaat duren. Maar ja, dat is wel een mogelijkheid dat het in ieder geval tot ja, laat in 2015 gaat duren voordat ik weer op het veld op ga. Dan heb je dat nieuws gekregen, gisteren, en dan stort eventjes heel die wereld in? Ja, zeker. Dus voetbal is momenteel mijn leven en ja, als dat dan stil wordt gezet, dan valt ook even je leven in elkaar natuurlijk. En ja, dat was gewoon een heel moment met heel veel, ja, gevoelens, woede, verdrietig, balen, alles door elkaar. En ja, en dat natuurlijk voel je dat nu nog steeds, maar op een gegeven moment moet ik toch die knop gaan omzetten. En moet ik gaan kijken naar mijn herstel en moet ik me daarop gaan focussen. Je was lekker bezig bij NAC, hè? Een vaste waarde. Jouw carrière zat ja, in de lift. Ja, daar komt dit denk ik nog eens extra denk ik, als een klap. Ja, ook. Ik voelde me hier heel lekker op dit moment. Ik heb, wat ik al zei, dat vanaf het begin dat ik hier ben gekomen, voelt alles heel goed aan. En heb ik geen seconde spijt gehad van de stap die ik erin heb gezet. En zelfs alleen maar ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. En ja, ik kon me gewoon hier heel goed ontwikkelen en ik voelde me hier gewaardeerd. Ik voelde, ja, het voelt gewoon als een hele leuke club, een hele leuke groep om mee te werken. Alles eromheen, de fans, gewoon heel de club qua leiding, alles. Ja, het voelde gewoon heel goed aan en ja, daardoor komt het misschien nog wel extra hard aan. Ja, dat ook stil wordt gezet voor de komende ja, drie kwart half jaar, zeg maar. Ja, het wordt een lange tijd van revalidatie. Zie je daar tegenop? Ja, momenteel natuurlijk wel. Met name de duurde van, kijk, revalideren, ja, dat hoort erbij. En ja, dat moet ik zeg maar uiteindelijk gewoon aanpakken en ja, vol focus op leggen. Maar ja, natuurlijk kijken we wel tegenop om daar ja, 6 tot 9 maanden gewoon aan te moeten werken. Om weer dat balletje op het veld te kunnen trappen. En dat is toch iets wat ja, momenteel even onder elkaar valt. En ik denk dat ik de komende tijd ook wel nog even daar heel erg van zou gaan balen. Maar ja, wat ik net al zei, die knop moet op een gegeven moment om. En dan kan je daar niet meer te veel aan denken. En het enige waar je dan nog aan moet denken is hoe kom ik het beste en het snelste terug. En daar moet ik me ook gaan focussen nu. Dat moment in die wedstrijd tegen Feyenoord, die sliding op Manu, heb je nog aan teruggedacht? Ja, zeker. Ik bedoel, er hoeft maar één dingetje anders te gaan. En waarschijnlijk is de schade veel minder. Maar ja, dat zijn dingetjes die gebeuren in het voetbal en in sowieso in het leven, weet je wel. Dat zijn vaak kleine dingetjes die de beslissing zorgen. Maar ja, natuurlijk als je verder aan terugdenkt, dan baal je gewoon heel erg dat het op die manier is gegaan. Dan denk je van waarom heb je het niet op een andere manier aangepakt. Of was er alleen een andere speler was geweest die misschien 10 kilo minder zwaar woog en minder kilo op je knie gooide. Dus dan was het ook alweer anders geweest. Maar ja, daar kan je wel allemaal over gaan nadenken. Maar het is gebeurd, wat gebeurd is gebeurd en het enige wat ik nu nog aan kan nadenken is mijn revalidatie en, ja, en daar moet je op gaan focussen. Je speelt nu bij NAC, maar NAC huurt jou van PSV. Waar ga je revalideren? In Breda of in Eindhoven? Ja, dat is nog een onderdeel waar ik nog over moet discussiëren met de dokter van onder andere PSV en van ook van NAC. En daar gaan we dan kijken wat voor mij de beste oplossing is, want ja, ik wil natuurlijk het beste voor mijn knie en het beste voor mij als persoon. En ja, dan gaan we daaraan kijken wat dan het beste traject is, of dat bij PSV is of NAC. Maar dat weet ik momenteel nog niet, dus daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Bij PSV onder contract, maar dat contract loopt af, hè, eind juni. Dat heeft, neem ik aan, geen gevolgen. Want je zou een nieuw contract tekenen in Eindhoven. Ja, we zijn nog in onderhandeling daarmee en ik heb nog steeds vertrouwen in dat goed gaat komen.
En dit is even een domper, maar ik heb ook met mijn zakennemer gesproken. En die heeft ook vertrouwen in dat nog goed gaat komen, dat gedeelte. Dus ja, ik hoop dat we dat ook kunnen afronden. En dan kan ik in ieder geval misschien bij PSV focussen op mijn stijl.